het biologische, de cakes, de dingen. Het is gewoon, ik hou eenmaal van de keuken. Ik hou van experimenteren. En dat ik het van eigenlijk mijn hobby, mijn passie en mijn werk kan maken, is allemaal dikke plus. Vanuit je kleine keuken uitgroeien tot een megaproducent die overal in het land producten verkoopt. Deze droom werd realiteit voor de Rogom Groep, die een bedrijf opzette met 3 takken. Een kippenkwekerij, een cake mix en cosmetica afdeling. Met de juiste ontwikkelingsvisie gaan zij elke dag gepassioneerd aan de slag. Nou, mijn naam is Farel Rampersat Lichon. Ik ben de algemeen directeur van Rogom Farm. Rogom Farm is een bedrijf die biologisch hun leghennen kweekt. Mijn man en ik, wij runnen dit bedrijf en we zijn eigenlijk beide IT'ers van huis uit. We hebben allebei onze master's degree behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik ben geboren en getogen binnen dit bedrijf. Dus toen wij in 2010 terugkwamen, hebben we toen besloten om dit bedrijf over te nemen en het een nieuwe wind in door te laten waaien. En dat is het biologisch en organisch telen van onze eieren. Op dit moment is het dus voor het bedrijf, dus voor Rogom Farm, hebben we 5 arbeiders in dienst. Zij zijn dus echt belast met het onderhoud van het terrein, want we gebruiken geen pesticiden zoals ik aanhaal. Dus het is shoffelen, harken, broschkutteren. Eieren rapen, eieren schoonmaken, de hygiëne op peil houden. Wij werken ook echt met roosters die iedere dag afgetekend moeten worden. Van hygiëne routines die dagelijks moeten gebeuren, wekelijks, maandelijks, 2 wekelijks. Voor de rest, voor de productie, is het gewoon planning, 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 planning. Ik heb dus bijvoorbeeld mijn bestellingen en dan weet ik al van oké, ik moet zoveel kilo moet ik... draaien aan bijvoorbeeld mayonaise en van die zoveel kilo moet er dan zoveel moet bijvoorbeeld garlic worden gemaakt, tot garlic worden gemaakt en zoveel moet tot mayonaise. Het is gewoon een volledige dagplanning. Als ik van mijn distributeur te horen krijg van de kremmetjes van luister, ik heb kremmetjes nodig, dan geef ik haar meteen een dag van luister, zo een dag lever ik de kremmetjes. En dan bij ons is het s'avonds niet dat we zitten met onze benen over elkaar. S'avonds zitten we dan mooi in de woonkamer aan tafel en dan hebben we de kremmetjes al gevuld. Maar dan gaan we dan verpakken met lintjes en allerlei tirantijntjes. En de cake mix is ook zo, je krijgt de bestelling. En als de klant het met spoed nodig heeft, nou dan wordt het even nachtwerken. Zo gaat het, dat is het leven van een ondernemer. Het biologische, de cakes, de dingen, het is gewoon... Ik hou eenmaal van de keuken. Ik hou van experimenteren. En dat ik het van eigenlijk mijn hobby, mijn passie en mijn werk kan maken, is allemaal dikke plus. Ja. Maar als ondernemer, offers? Ja, heel veel offers. Bijvoorbeeld, kijk, het bedrijf wat ik nu heb, kan ik niet weekend sluiten. Ik heb geen zwangerschapsverlof gehad. Ik heb tot de laatste dag voordat ik beviel, heb ik nog gewoon bestellingen zitten maken. Met een biggie beret, opgezwollen benen. Het is, ja, je gaat op een gegeven moment, je moet soms oppassen dat je niet jezelf te veel wegcijfert. We hebben wel echt gewoon onderling als managementteam, mijn man en ik, een afspraak van de kinderen blijven voorgaan. Dus we proberen wel echt dingen in te plannen dat je leuke dingen blijft doen met de kinderen. Maar het is offers. Het is soms gewoon, we hebben momenten gehad dat er geen arbeiders waren. Maar dat is altijd een probleem hier in Suriname. En dat ik gewoon dan, mijn kinderen zitten in de, slapen s'avonds dan, de monitors gaan aan. We nemen de monitors mee naar het magazijn en we sorteren gewoon door tot 6:30 de volgende ochtend. En dan sta je om 7:30 komen de arbeiders, sta je dan weer op en dan ga je gewoon weer verder met het proces. Om dan gewoon te zorgen dat je je bestellingen, alles in orde maakt. Ook gewoon financieel moet je heel veel offers brengen. Je kan niet iedere dag gaan en de mooiste kleren kopen. Je moet gewoon... Jij leeft eigenlijk van de overblijfselen. Wat er blijft, of van het bedrijf kan je zeggen. Het is de kippen eerst. Daarna volgen de arbeiders en de kinderen. En dan volg jij. Wat er overblijft, dat is voor jou. Dus je moet gewoon niet... Je moet niet denken dat je onderneemt om rijk te worden. Je onderneemt met een passie, een doel.
En het gaat tijd in zitten. Er gaan jaren in zitten voordat je eigenlijk je doel bereikt. Voordat je komt waar je wil zijn. Emmers mogen niet gewisseld worden, de emmers mogen niet gemixt worden. Dat is om cross-contaminatie te voorkomen. Cross-contaminatie wil zeggen als die ene partij kippen een bacterie heeft waartegen ze resistent zijn. En het gaat in het andere hok omdat je emmers brengt van hok naar hok, laarzen, pakken en dergelijke. Dan kunnen die anderen ziek worden omdat zij misschien die bacterie niet hebben. Ik heb dus hier kersen voor ze, kersen aanplant, sinaasappel aanplant, we hebben gember net gezien. Marva gaat u zo achterin zien, we geven ze moringa. Eigenlijk alles wat er nog kan, konsakawiri, van alles en nog wat, maar alles is meestal, alles is homegrown. Zelden halen we iets van buitenaf. Nou kijk, ze staan allemaal netjes in de rij, want ze weten al, er komt lekkers. Dus dan staan ze echt allemaal is net als wanneer je kinderen moet zeggen, zo niemand, iedereen netjes in de rij, we gaan popcorn uitdelen en iedereen gaat toch broeia broeia. En dat gebeurt dus ook bij de kippen. Dus bij ons eigenlijk zie je, de kippen zijn de norm eigenlijk in Nederland en in Amerika. Die norm hebben wij zelf ontwikkeld omdat Suriname ook nog warm is. Dus bij ons eigenlijk, als ik al mijn kippen jaag, passen ze in 3 hokken. En dan heb ik nog 2 units vrij. Ze zijn echt dol op advocaat. We maken ook yoghurt voor ze, ijsjes maken we voor ze met groenteskruid als het heet is. We zetten ijsblokjes in de tonnen, in de watertonnen als het warm is, dat het water koel blijft. Kijk, dit is dan de Marva. Die geven we ze ook. Die krijgen straks ook hun lekkers. En dan hebben we daar de kraamkamer. Daar zijn de baby'tjes. De baby'tjes die opkomend zijn. Dus we hebben ook zelf onze ananas. Als er een awari ons voor is geweest om de ananas te oosten, wat er overblijft, dan geven we het aan die kippen. Sommige kippen, het is eigenlijk zo, als ze ouder worden, net als met alle mensen worden de schalen soms minder hard en dan geven we ze dus dit, zoetwaterschelpen. Dat is dus eigenlijk om je kalk weer omhoog te krijgen. Dit zijn de baby'tjes. Kijk, al die dingen die je ziet daar is afleiding, hè? Om ze af te leiden dat ze niet gaan. Dus zie je ze pikken. Top. We gaan ze dus snavel kappen, want ze zijn dus nu aan het pikken. Dat is ook een van de dingen die gebeuren. Dus dan moeten we ze gaan snavel kappen. Want nou is eigenlijk, hoe moet ik zeggen, de veren vallen af. Ze zijn aan het ruilen. Ja. En dan denken ze dat alles, weet je, alle veren kunnen we trekken. Ja. Maar dan hebben ze niet door dat ze soms gewoon doorchoppen en doodmaken. Dus binnenkort gaan ze dan, aankomende zaterdag worden ze gesnavelkapt. Dus nu zijn ze, dit is de kraamkamer, dat is dan gewenning en dadelijk gaat dit helemaal open. Dus alles open. Nou, net hebben jullie gezien de eieren, hoe ze worden, de kippen krijgen kruiden, groentes, fruit. De eieren zijn geraapt. Die worden schoongemaakt, dan worden ze eerst gewassen voordat ze überhaupt gaan naar eigenlijk om tot mayo gemaakt te worden. Ze worden dan gebroken, afgewogen en eigenlijk het basisrecept is overal ter wereld te vinden. Op internet ook gewoon hoe je mayonaise moet maken, maar het is bij ons de samenstelling wat het de lekkere smaak geeft en speciaal maakt. Wij zijn ook een bedrijf die zoveel mogelijk en eigenlijk alles lokaal probeert af te nemen. We willen niet
Als het niet hoeft, gaan we niet naar het buitenland. Dus daarom onze azijn is lokaal. De olie die is natuurlijk wel geïmporteerd. De mosterd die wordt geïmporteerd. De zout, de suiker die nemen we ook. Dus, maar we nemen lokaal af. We importeren voor het mayonaiseproces niets. Ook voor de gekruide mayonaises nemen we ook gewoon de ingrediënten die we nodig hebben, nemen we het liefst af bij lokale boeren, zodat we niet hoeven te importeren. Dus wij zijn ook echt van go local, zoveel mogelijk. Nou, dat doe je dus, daar hebben we de eieren die erin gaan. Hier hebben we dan onze ingrediënten die verder erin gaan. En dan gaat die aan. De machine gaat een beetje geluid maken, maar dat hoort erbij, denk ik. En dit is dus een proces van iedere dag voor ons bijna, om eigenlijk aan de vraag te kunnen voldoen. En dan hebben we één batch klaar en die laten we dan draaien en dan gaan we checken op dikte en dan wordt die dan op een gegeven moment in emmers verpakt. Nou, zoals jullie net hebben gezien, er is geen enkel vreemd potje bijgekomen met een conserveringsmiddel of een houdbaarheidsmiddel of een E-nummer. Hierzo is alles green. Men vergeet vaak dat de zaken zoals zout, suiker, olie al conserveringsmiddelen zijn. Dus je product hoeft geen conserveringsmiddelen. Ik zeg altijd dat ze hygiënisch met je product omgaat. Dus altijd een schone lepel erin zetten. Niet met je vingers in je product gaan. Kan je product goed blijven. Onze mayo is tot 6 maanden houdbaar in de koeling. Zonder conserveringsmiddelen. Een ander product waarom men voor Surinaamse producten moet zeggen is allereerst. Je support je lokale ondernemer. Want wij moeten gaan van een importland naar een exportland. Dat is 1. En 2, je weet ook niet wat er allemaal vooraf is gegaan voordat het product naar jou is gekomen. Ons hoofdproduct is sowieso eieren. De eieren zijn eigenlijk de basis voor veel van de producten die we hebben. Zeker 4 tot 5 producten. En dan krijg je als nummer 2 is eigenlijk onze mayo's. En dan krijg je dan de cake mixen, je krijgt dan de crèmetjes. Dat zijn dan eigenlijk de producten, maar daarvan is de vraag nu ook aan het stijgen. Dus ik denk dat we nu niet meer kunnen zeggen dat we 1 of 2 hoofdproducten hebben. Maar we hebben een lijn aan hoofdproducten. Natuurlijk, doordat de vraag is gaan stijgen, moeten we dus nu gaan uitbreiden. Daar zijn we dus ook mee bezig. En dat willen we dus zodanig doen dat we een hogere productie aankunnen. En dat we dus ook gewoon meer mensen kunnen voorzien. Voor ons is alle feedback welkom. Negatief, positief. Ik zie niets als negatieve kritiek. Ik zie niets als positieve kritiek. Ik zie alles als opbouwende kritiek. En voor ons is het als we wat horen van onze klanten waarmee ze niet tevreden zijn, dan gaan we daaraan werken. We kregen bijvoorbeeld vorig jaar op de beurs te horen van luister, jullie zijn een biologisch bedrijf. Waarom werken jullie met sojaolie? Nou, zij gaan denken van oké, inderdaad, they have a point. Ja, we vinden jullie mayo lekker, maar ik vind het net iets te zout. They have a point. Ook daaraan werken. Het hoeft voor mij niet te zout te zijn, maar als het voor de klant te zout is, moet je daaraan gaan werken. Dus daarom hebben we op de Meet in Suriname beurs een vernieuwd en verbeterd recept geïntroduceerd, waarbij er minder zout, minder suiker en op basis van zonnebloemolie nou onze mayo's worden geproduceerd. En het is 99% goed bevallen. Dus dat is voor ons dan een applausje waard voor onszelf, dat we we hebben het zodanig weer verbeterd naar de wensen van de klant, dat
het nu door eigenlijk bijna iedereen wordt geliked. Natuurlijk ga je nooit iedereen kunnen pleasen. Dat weten we ook. Je zal altijd mensen hebben die vinden dat het buitenland beter is. Het zij zo. We kunnen niet iedereen pleasen. Dus dat is eenmaal een van de dingen waar we ons heel bewust van zijn. Je bent geen ondernemer, je bent een ander soort ras. We zijn een ras. Weet je, je wordt neergeslagen, maar je staat weer op. Je wordt neergeslagen, je staat weer op. Je geeft niet op. Je kan niet zeggen je bent van het type mens. Nee, je bent van het type ondernemer. Je bent een ras, een apart ras.